Hoi allemaal, voordat ik deze week wil beginnen wil ik jullie eigenlijk een hele korte uitleg geven waarom ik een maand niet heb geüpload. Eén video is online gekomen en dat was puur omdat het een samenwerking was en ik verplichtingen had en het online moest. Maar ik heb gewoon meer dan een maand geen weekvlogs geplaatst. Nu komt er ook een weekvlog van een maand geleden. Dan komt er nog een weekvlog aan en vanaf dan ga ik gewoon weer zoals nu op dit moment, vandaag 21 maart, de dag dat jullie dat het online komt, gewoon weer normale weekvlogs plaatsen. Ik heb even een tijdje niet geweekvlogd. Omdat ik gewoon even niet lekker in mijn vel zat. Ik zat gewoon niet in de vibe. Ik voelde me kut. Ik had gewoon geen energie. En waar het precies vandaan komt, weet ik niet. Het was gewoon te veel. Ik was een beetje overspannen, een beetje overwerkt, denk ik. En daarom heb ik gewoon even een stapje teruggenomen. Ik bedoel, dat kan. En ik ben heel positief, zoals jullie weten. En ja, ik wil toch gewoon de vlogs die ik heb gemaakt online zetten. Dus ik weet niet of jullie het leuk vinden. Als je het leuk vindt, ja, dan kan je het lekker kijken. Deze week komen 2 weekvlogs online. Misschien zelfs 3. En nog een andere video. Dus lekker voor video's deze week. Ga ik mezelf meteen weer overspannen maken. Nee, het komt helemaal goed. Dus dat was eigenlijk de korte uitleg. Niet echt een heel dramatisch ding. Maar ik had gewoon even tijd voor mezelf nodig om alles op een rij te krijgen. En nu gaan we weer lekker vlammen. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag maandagochtend. Goedemorgen. Hey Tom, Bas, goedemorgen. Hey Bas. Oké, standaard is gebeld door Anoniem. Wat ik wil zeggen is dat het Valentijn is en Stan is jarig. Dus ik heb net zijn verjaardag gegeven. Ik ga het zo even laten zien. En mijn huid is zo chic slecht. I don't know what the fuck is going on. Maar goed, we gaan even douchen en klaarmaken. En dan gaan we lekker samen ontbijten. En dan even werken en vanmiddag gaan we even naar Alphen. Ga even wat shoppen en gezellig lunchen en lekker daar eens eten en zo. Dat komt er goed. Stan en ik zijn lekker aan het lunchen. Stan heeft lekker club sandwich, ik en carpaccio wrap. Helemaal lekker. Alright, het is inmiddels al avond. Ik heb me omgekleed en ik ga lekker sporten. Vandaag was echt super gezellig met Stan. Ik heb nog een bos rozen gekregen. Kijk hoe pretty. En een BH en 2 strings. Echt love it. Kijk hoe leuk het hier staat. Het was echt gewoon een lekker gezellig tochtje samen. En we hebben het nog lekker gegeten bij hem. Dus nu ga ik lekker sporten, hij werken, Stan. En ja, morgen ga ik weer lekker werken. Even weer back to the basics, to the ritme. Ik heb me van het weekend, nou voornamelijk gisteravond, voelde ik me opeens echt mega kut. Ik weet echt niet waardoor het kwam of zo. Het was echt zieke mental breakdown. Maar ik heb dat heel vaak op zondagavond gehad. Als ik heb gedronken door, met alcohol, kreeg ik echt een soort dip. Heel kut. Ik weet niet. Ik heb gewoon echt dat ik het even niet voel of zo. Maar ik heb het wel vaker dat ik me gewoon even kut voel. En dan, ja, yeah, I know I'm like the positive vibe in my life. Maar ja, jongens, het is gewoon de realiteit. Soms heb ik het ook gewoon druk en stress en voel ik me gewoon kut en moet ik gewoon huilen en zit het leven niet mee in mijn ogen. Dus niets is alles wat lijkt op social media, zeker niet. Maar goed, ik dacht ik deel het even, want ik wil toch delen. Op dat moment heb ik niet echt behoefte om een camera mee te pakken, maar ik heb nooit zoiets van ik ga me afschuilen of ik ga doen alsof mijn leven perfect is, want verre van. Maar goed, dat is. Dus ik ben blij dat ik nu even lekker gesport heb van mijn hoofd. Ook niks. En lekker heerlijk sporten. Oh my god, jongens. Ik ben terug van sporten. En ik voel me zo fucking goed opeens. Het is echt niet normaal. Maar wat sporten met je kan doen. Het klinkt echt zo cliché. En van, cyborg en zie ik overal op TikTok. Maar het is gewoon echt zo. Ik voel me gewoon, er komt gewoon een soort stofje vrij. En ik voel me gewoon zo goed. Dat is gewoon, ik voel me gewoon even, ik heb gewoon al mijn zorgen eruit gesport. Lekker mijn verstand op nul. Heerlijk. I love it. Ik ben echt helemaal tevreden. Helemaal blij. En ik heb helemaal weer zin in de week. Dus ik ben echt super blij dat ik ben gegaan. Want ik wilde eigenlijk niet gaan. Nee, ik ben echt blij dat ik ben gegaan. Dus ik ga nu lekker sporten. Ik ga nu lekker douchen. En lekker mijn bedje. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Ik heb een super leuk outfitje aan. Ik ga het zo meteen laten zien. Maar ik ga nu eerst naar school. Ik heb een soort afstudeer voorstel workshop of zo. En daarna ga ik werken en waarschijnlijk bij Cecile slapen. Maar kijk,
Ik had een nieuwe look from Naked. Hier staat de doos. Er komt nog een video van. Maar check de blazer. Leuk met het tasje. Leuk deze schoenen. Deze broek. Check dit detail. Heeft hier dus aan de zijkant zo'n detail. En het topje had ik al. Maar verder is alles Naked. Schoenen ook. Oh my god, I'm so matchy met mijn bloemen. How cute. Oké. Ik ga hem. Waar zijn allemaal spullen? Alright, ik ben inmiddels op school geweest. Dat was echt super fijn. Want even een soort introductie van het afstuderen. Dus het heeft me echt heel erg geholpen om gewoon weer wat verder te komen. Ik ben nu op kantoor. Waar we tijdelijk zitten. Het is echt een heel oud pand. Maar wel best wel gaaf. En we gaan dus ook nog verhuizen naar een ander pand. Maar dat is pas vanaf maart beschikbaar. Ik heb even lekker lunch gehaald. Een broodje. Met zalm. En roomkaas. En kombucha. Love it. Dus dit ga ik lekker lunchen. En we hebben ook nog kipsoep. Ik ben zo dom. Waarom ben ik zo? Ik had een afspraak bij zo'n laserkliniek. Voor een gesprek. En wellicht een voorproefje. Voor mijn oksels. En ik had in mijn agenda 4:30 gezet. Maar het is dus 4:30. Zo dom. Dus ik was er net. Een uur te vroeg. Gelukkig is het echt 5 minuutjes lopen vanaf Cecile. Maar het is wel gewoon weer dom. Moet ik over een uur weer terug. Echt, my god. Waarom ben ik zo? Oké, het is inmiddels. Hoe laat is het eigenlijk? 5:30 alweer. Ik heb mijn eerste behandeling gehad bij Calma Clinic. En het was echt super fijn. Het was echt een super mooi salon. Ik zal hier even wat foto's plaatsen. Het zag er echt heel aesthetically pleasing uit. Love it. En ja, die meiden waren echt super lief. Dus ik heb mijn eerste sessie voor mijn oksels gedaan. En ja, het is heel erg natuurlijk persoonsgebonden. Maar ik had echt totaal geen pijn. Maar ik heb totaal sowieso best wel een hoge pijngrens. Dus dat is voor mij hartstikke chill. Als deze vlog online is, heb ik helaas geen kortingscode meer. Want die stond in mijn story voor 30% korting. Dus follow me als je vaker een korting wil zien. Want die geef ik alleen op stories, want die zijn maar 24 uur geldig. Nou, ik ben super blij. Helemaal enthousiast. Ik heb boodschap gedaan. Ik heb chips gehaald. En popcorn. En cola. Nee. Ik heb ook. Ik ben trouwens bij Cecile. Dat had ik gezegd, toch, jongens? We gaan pasta koken. Wat heb ik? We gaan pasta maken. Al mijn ingrediëntjes gehaald. Jam. Nou, dit is het eindresultaat van de pasta. Het ziet er niet heel smakelijk uit, maar dat is het wel. Ben je aan het filmen? Ja. Oh. En we gaan lekker eten. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Volgens mij heb ik gisteren dus de hele dag niet gevlogd. Ik ben dus met Cecile blijven slapen. Toen in de ochtend hadden we ons verslapen. Ja, gewerkt. En gisteren uit werk voelde ik me niet zo lekker of zo. Ik weet niet. Ik had keelpijn en ik weet niet, was gewoon niet zo lekker. En in de avondkomst dan hebben we lekker samen de Tinder-swindler gekeken. Echt, wat een bizar verhaal. Echt, heb je nog niet gezien, check it out. Ik word gewoon kwaad van het feit dat hij gewoon niet in de bak vast zit. Maar goed. Ik heb net even heel mijn kamer opgeruimd. En schoongemaakt. En stof gezogen. Mijn bed verschoond. Alles, alles. Dus dat is helemaal chill. Dit is de outfit of the day. Dit is een vest van Chiquelle. Topje van Bershka of zo. Broek van H&M. Riem van Shein. Alright guys. Ik zit in de auto onderweg naar Stan. Het is echt mooi weer. Het zonnetje schijnt. Heerlijk. We gaan lekker lunchen bij het Leeuwtje. Het is zo'n lekker restaurant. Echt een van mijn favoriete restaurants ooit. Ze maken er gewoon echt alles precies zoals je het wil. En ze hebben echt lekkere dingen. Maar goed, daar gaan we dus nu heen. En vanmiddag ga ik ook nog lekker sporten met Anne. Dus heb ik ook veel zin in. Ik heb geen foundation op. Dus een keer wat anders. Ik heb echt geen zin om helemaal full face make-up te doen. Zo, het licht is echt fel.
Maar goed, ik ben nu onderweg en ja, echt fucking veel zin om te eten. Ik heb nog niks gegeten namelijk. Ik ben bij Annie One. Ja, is dat 39? Hey. Wij hebben vanmiddag lekker gesport en we zijn nu bij Anne en we gaan in de jacuzzi. Lekker chillen met de girls. En Esmee komt trouwens ook nog, maar die had zo'n tekst wordt helemaal wild. Dijk wordt helemaal lokkel. Ja, ik moet alles gaan zitten, wordt helemaal lokkel. Ja, maar als je gaat zitten, dan ben je zijn hoogte, dan wil hij spelen. Ja, dan vindt hij niet leuk. Oké, maar we gaan lekker in de jacuzzi with the girls. Oh, love it. Waar is dit van Naked? Nee. Oh, ik heb echt bijna precies hetzelfde. Van nee, Lolly. Hij is van ja, Zara. Lekker. Van Zara. Van Zara. Oh, zullen we even wat drinken pakken? Ja, wijn. Gaan we een wijntje doen? Ja, sowieso. Het is donderdag. Donderdag! Kut! Je hebt gelijk. Ik was gewoon vergeten. Ik ga morgen uit eten. Ja. Maar ik mag niet van mijn vader door de windkracht. Nee. Ik ben in Noordwijk. Ik ben langs de kust. Oh. Hij zegt, je wijkt nee, zo dat mag niet. Nee, maar zelfs het OV gaat op slot. Ja, ouders zijn daar zo. Maar ja, Fino! Moet je ook rijden. Je kan ook een boom vallen. Ja, of je auto gewoon ik wegwaaien. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Het is 9 uur. Ik ben lekker wakker geworden. Dus er iets te veel wijn op, maar vandaag wordt het de stormdag. maar ik ga koffietje zetten. Echt, ik kan niet mijn dag beginnen zonder koffie. Echt, my god, ik snap niet hoe mensen dat doen. Ik snap het gewoon niet. En ik ga vandaag editen, werken, filmen, als dat hoop ik. En ik ga vanavond naar de privé sauna die ik voor Stans verjaardag heb gegeven. Daar zoveel zin in. Oh, heerlijk. Can't wait. Oké, jongens. Ik heb tering veel honger. Ik ga havermout maken. Ik heb namelijk honger. Dit zijn van die quick oats. Kan je in de pan doen of in de micro, in de magnetron. Maar ik ga ze in de pan maken. Ik heb hier een pannetje. Ik heb hier amandelmelk. Ik heb dit zo nog niet gemaakt. Ik heb hier walnoten, pecannoten, blauwe bessen. Dus ja, ik ga het even maken en ik ga het jullie laten zien. Ik heb hier flavor drops. Die ga ik er ook in doen. Echt een vervelende piep. 2. Dus zat. En dan mixen. Ik kan het ook lekker met banaan doen. Maar daar heb ik even geen zin in. Yum. Oké, dan is nu de havermout eigenlijk wel een beetje klaar. Ik kan het eruit. En doe het in een bakje. Oké, lekker pekannoten eroverheen. Wat walnootjes. Zelf uit de eigen tuin. We hebben namelijk een walnootboom. Chill. Oké, dan gaan lekker de blauwe bessen erop. En een heel klein beetje agavesiroop. En dan gaan we lekker eten. Ik ben benieuwd. Ik heb echt al super lang geen havermout op. En oh, ik heb hem iets te dik gemaakt. Eel. Nou, ik ben echt in totaal geen ontbijter. Gewoon echt 0,0. Maar ik had er opeens super zin in. Het is nu 11:30. Toch net een beetje vroeg voor lunch. Dus, ja. Lekker met de blauwe bes. Dat maakt het echt. Lekker smaakje. Van een flavor drop. Dat smaakt wel gewoon lekker. Ja. Havermout kan echt fucking goed zijn. Maar als je het een beetje op de juiste manier maakt. En als je een smaakje voegt, dan kan het echt lekker zijn. En gewoon niet te vaak eten, want dan wordt het gewoon. Oké, jongens, ik moet even wat boodschapjes doen. En vandaag is de stormdag. Dus ik ga op avontuur. Het is echt om de hoek bij mij hoor. Maar toch heb ik de auto. Ja, lazy. Maar oké, ik ben heel benieuwd
goede storm gaat zijn. Volgens mij valt het nog wel mee. Het is nu 1:00. Dus volgens mij valt het nog wel mee. Oké. Okay. I survived. Nou ja, de storm valt nu echt nog reuze mee. Volgens mij wordt het vooral heel erg vanaf 2:00. En ik weet dus niet of Stan en ik vanaf naar de wellness kunnen. Want als je gewoon letterlijk de weg niet op kan. Dan moet het afzeggen. En je kan dus niet zo kort van tevoren annuleren. Maar ja, ik kan hier letterlijk niks aan doen. Dus ik hoop... ja, dat het gewoon goed gaat komen. Hij was mijn neefje. Nou, mijn neef, hij is ouder. Maar hij zag mij eigenlijk niet. En ja, ik heb salami gehaald. Want Stan en ik gaan vanavond pizza's maken. Dood dier. En ik heb komkommer en paprika voor in de pokeball. Oh, heb je het al gezegd? Ik wil een pokeball gaan maken vanmiddag. Met krab. En ik heb net een beetje rijst gekookt. Kut, ik wil ook sla halen. Fuck, ben ik dat weer vergeten. Dat is dom. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Het is bijna 12:00. Ik heb net een video gefilmd voor Naked. Echt zoveel leuke items. Oh my god. Ik heb nu lekker mijn sport... kleding aan, want ik ga zo meteen lekker sporten. Ik ga eerst even wat eten maken en dan lekker sporten met Nien en Anne. En dan vanavond gewoon gezellig bij Anne eten. En we kunnen weer lekker uit tot 1:00, dus daar heb ik ook heel veel zin in. Dus ja, ik ga nu wel een beetje alles opruimen, dan even wat eten maken en dan ga ik naar de sportschool. Oké, ik ben inmiddels terug van het sporten. En het was echt super chill. Ik heb nu lekker een roerei met een beetje salami gemaakt. Dat hadden we nog in de koelkast van pizza maken gisteren. Dat was by the way echt lekker. Ik heb alleen een beetje chilipoeder of chilivlokken erin gedaan, maar een beetje veel. Heel pittig. Dan kan ik er wel goed tegen, dus. Maar weet niet, een te pittig ei is ook een beetje weird, zo. Zo lekker voor iets warms na het eten en het sporten. Ik ga even douchen. Ik ga mijn haar niet wassen en mijn make-up ook niet eraf halen voor vanavond. Ik ga vanavond lekker mijn haar krullen, denk. En dan gaan we zo even met die meiden naar Alfa. Ik moet even een pakketje wegbrengen. Naar H&M voor plak BH. En nou, even dingen te doen. Ook pokeball halen. Dus dat eigenlijk. Leuke dag. En dan gaan we lekker bij Nien eten. En we vanavond uit. Helemaal chill. Oké, het is inmiddels 3:30. Nina die komt er elk moment aan. Ik moet me ophalen. Jezus, wat is vies weer zeg. Dan heb ik ook een zonnebril op. Dat weet ik niet. Vind ik gewoon leuk. Vind ik gewoon stoer. Ik heb mijn spullen gepakt. Lekker koffietje. Lekker koffietje, spullen gepakt. Dus ja, Nina komt er ook een moment aan. Even kijken waar die bitch is. Nee, het is echt een cutie beauty. Oh, het is nog thuis. Dit is zo typisch Nina. Oh nee, ze zei dat ze om 3:30 gerijden. Het is nu 3:30, dus ik zit weer te wachten voor niks. Ik ben weer met mijn girls. Ik kan niet wachten. En we hebben lekker pokeballs. En tonijn tentaki. Hoe de fuck krijg je het eraf? Oké, okay, chill. Kan je het even doen? Oké, ik heb me helemaal klaargemaakt. Ik heb dit mega leuke topje aan van Naked. En deze broek ook van Naked. En bijpassende oogschaduw. Tassie. How cute. Dus ja, we gaan lekker uit. Helemaal zin in. Oké, we zijn helemaal ready. Anne is helemaal geflikt ook. Iedereen. Nini Winnie ook. Ah, schattenpatatties. Kijk, dat is schattig. Hebben we er zin in? Fuck. Yo. Goedemorgen, Mauwe. Het is inmiddels alweer zondagavond. Nou ja, zondag 6:30. Een soort van avond. Ik heb de hele dag in bed gelegen. En niet veel gedaan. Een beetje voor je gekeken. Life freaking sucks. Ja,
Het is niet dat het slecht gaat met mij of zo, maar ik heb echt de laatste tijd echt zomerdipjes op de zondag. En ik voel me gewoon zo kut. Ik voel gewoon zo constant een soort bedrukking op me, een soort angst of zo. En ik heb geen idee waarvoor. Alles is gewoon goed, maar ik voel me op een of andere manier echt fucking kut. En het is echt met vlagen soms totaal niet en soms wel. En ik wil het gewoon delen, want ja, that is life, bitches. Ik bedoel, gisteren waar ik toch wel van, oh, je hebt echt een leuk leven. Je hebt echt dit leuk. En ik voel me kut. En als ik naar jou kijk en positiviteit word ik beter. En dit. Dan denk ik van, ja, mijn leven is ook echt niet heel leuk hoor. Altijd. Iedereen's leven. Zeg maar, natuurlijk heb ik vaak zat leuke momenten, maar ook echt heel vaak niet. En ik heb het heel erg op zondag. En ik word er echt gek van. Het kan ook drank zijn. Al heb ik dan bijvoorbeeld gisteren wel gewoon gedronken, maar niet echt veel. I don't know what it is. Als iemand alsjeblieft tips heeft, tell me. Het is ook gewoon kut weer. Je kan niet. Je kan niet lekker in de zon liggen. Dan zou ik me al 100 keer beter voelen. Dus als zou iemand tips hebben voor mij wat ik op een zondag kan doen, let me know. Want Stan die werkt altijd de hele zondag. Vriendinnen die zijn altijd een brak of doen niks. Want ja, wat de fuck ga je doen op zondag? Ja, het is gewoon zeg maar dezelfde dag als altijd. Maar toch voel ik me op een of andere manier altijd echt heel erg. Nou, als iemand misschien tips heeft of hetzelfde voelt, DM me of laat in de comments weten, whatever. Maar ik dacht, ik wil het wel gewoon even uiten, want ik zou nooit doen dat er niks aan de hand is. En ik kan ook niet echt zeggen wat er is, want dat weet ik zelf ook niet. Maar goed, ja, dit is denk ik ook het einde van mijn weekvlog, want ik ga nu gewoon naar Stan en we gaan lekker eten daar en lekker chillen in bed. Ik ben gewoon weer blij als ik hem zie. Zo blij met hem in mijn leven, echt zo oneindig dankbaar. Hij helpt me zo goed en hij is zo lief en hij betekent echt alles voor mij. Dus ja. Heel erg dankbaar. Ook super dankbaar met mijn vriendinnen. Waar ik ook over kan praten en zo. Dus het is super fijn. Love them all. Maar goed. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie de weekvlog leuk vonden. Vergeet zeker niet mij te supporten. Met een blauw duimpje omhoog. Een abonneerknop aan te klikken. En met volgende Instagram. Dat is Saafwoord. Wil ik je heel veel liefde en positiviteit toesturen. Dat heb ik zelf dan ook nodig. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei.